23 april 1947. Een historische dag. Zakenman Ben Pon, inderdaad die van de auto-import, maakte een schets in zijn agenda van een bestelbusje op basis van de Volkswagen Kever. Dat werd een icoon. Het werd namelijk de Transporter. Een busje dat niet meer uit ons straatbeeld weg te denken is. En de geschiedenis gaat zich herhalen, want hier bij MOVE in Amsterdam, overigens ook een initiatief van Pon, staat de nieuwe ID. Buzz. Een auto die klaar is voor de toekomst, want hij is volledig elektrisch. Maar wel met een knipoog naar de Bully, die allereerste transporter van Ben Pon. En dan stel ik me zo voor dat u zich afvraagt waarom dat psychedelisch uiterlijk op die auto zit. Nou, dat komt omdat hij nog niet helemaal definitief klaar is. De auto is eigenlijk nog onder embargo. Ja, dat zie je ook hier aan. Kijk, we hebben de binnenkant natuurlijk hele mooie stoelen. Maar ja, dat dashboard dat zit onder een grote zwarte doek. Dat mogen we nog niet zien. De laatste tests worden uitgevoerd door Volkswagen. Maar wij mogen er ook mee rijden. Zo testen we een beetje mee. Dan is hij er als personenversie, maar ook als cargoversie. Kijk, en dat is natuurlijk hartstikke interessant. Laten we heel eerlijk zijn, als je in de stadsdistributie zit, ja, je kan er de klok op gelijk zetten, maar uiteindelijk gaat dat allemaal elektrisch worden. Want ze willen die dieselbusjes allemaal de stad uit hebben. En dan heb je hier toch 4 kuub laadruimte. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Dat is toch een heerlijk behoorlijke laadruimte. En als ik hem zo zie, vind ik hem ook mooi afgewerkt. Maar ja, waar zit ik nu op? Op de achterras. Want de achterras, daar zitten de motoren. En over de hele lengte zitten de accu's. En die zijn waanzinnig mooi weggewerkt. Zo heb je een mooie vlakke laadvloer. En dan denk je, met die accu's, het zal wel hoog zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Je hebt gewoon een hele mooie lage instap. En dat komt allemaal omdat deze auto, deze ID. Buzz, vanaf het begin af aan ontwikkeld is als elektrische auto. Dat platform hebben ze gebruikt. Het is een pre-productiemodel. En dat betekent dat er ook nog een heleboel dingen redelijk geheim zijn. Waaronder het dashboard. Ja, en om dan ervoor te zorgen dat ik niet stiekem stop en de GoPro van de ruit afhaal en dan toch even stiekem het dashboard ga filmen. Nou, dan sturen ze iemand mee. Gezellig, hè? Buiten het feit dat hij lekker snel optrekt bij stoplichten, kun je ook merken dat het zwaartepunt van deze auto heel laag gehouden is. Dat is natuurlijk niet zo raar, hè? Met alle accu's en elektromotoren, alles is laag, maar dat merk je ook in het rijgedrag van deze auto. De auto is 20 centimeter korter dan de Transporter T6.1. Maar qua binnenruimte scheelt het maar 2 mm, dus dat is helemaal niks. Ja, ik zei het al eerder, je zit zo'n 4 kubieke meter achterin. En overigens komt er nog een verlengde versie met nog meer ruimte. En wat ook heel erg fijn is, is dat het hier voorin ook allemaal goed geregeld is. Deze stoelen, het zijn ook ergonomisch verantwoorde stoelen. Wat ook fijn is, is dat deze auto 's nachts geüpdate kan worden. Dus als er een update is, dat is met eigenlijk de hele ID-familie zo, dan kan dat 's nachts allemaal gebeuren. Terwijl je slaapt, word je 's ochtends wakker, heb je een update in je auto zitten. De auto's worden steeds slimmer en slimmer.
En wat bij deze nou ook weer zo mooi geregeld is, is het systeem dat heet Plug and Charge. Dat betekent dat als je ergens bij een laadstation komt en je doet de stekker erin, dan herkent het laadstation de auto, begint ook automatisch te laden. En het allermooiste is dat hij ook zelf afrekent met het laadstation. Gaat helemaal automatisch, hoef je helemaal niks aan te doen. Maar niet alleen dat wordt slimmer, ook bijvoorbeeld het bidirectioneel laden. Het gaat twee kanten op. Als deze auto voor je huis staat, zou je er ook zomaar voor kunnen kiezen dat kleine huishoudelijke apparaten stroom gebruiken van de auto, die op dat moment zeg maar een grote accu is die stroom levert voor je huis. Wat ook een hele handige is, is dat hij zelf lerend is met bijvoorbeeld parkeren. Als je nou vaak ergens komt waar het krap parkeren is, dan kan de auto jou helpen. Dus stel nou dat je ergens iedere dag iets moet afleveren en je moet heel moeilijk ergens achteruit inparkeren, dan weet de auto waar die is en dan gaat hij jou helpen om daarin te parkeren. Hij kan het eigenlijk helemaal alleen. Het is natuurlijk wel gewoon de toekomst voor de stadsdistributie. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik vind hem echt gelukt. Ik vind hem echt goed gelukt. 9 maart. Hou die datum in de gaten, want dan wordt de ID.Buzz officieel onthuld. En na die datum ga ik ervan uit dat deze, misschien in een andere kleur, maar heel veel te zien is, zeker hier in Amsterdam. En dat allemaal omdat ene Ben Pon ooit een ideetje had.